Ja, het is misschien wel de duurste kettingbotsing ooit. Op weg naar een autofestival in Japan kwamen 14 sportwagens met elkaar in botsing. Bij het ongeluk waren 8 Ferraris, een Lamborghini en 3 Mercedes'en betrokken. Van de sportwagens was na de crash weinig meer over. De meeste konden regelrecht naar de sloop. Een aantal chauffeurs moest met lichte verwondingen naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde toen een van de bestuurders de macht over het stuur kwijtraakte toen hij van baan wisselde. Volgens getuigen reden de auto's zeker 150 km per uur. Met dus die kettingbotsing tot gevolg.